Deze podcast van Linda.nl wordt mede mogelijk gemaakt door de internethelden. Dit gesprek bijvoorbeeld, als alle ouders dit hebben, dat zou al heel veel zijn, hè? Maar hoe zag je phishing? Phishing. En de dag erna sta je op een exposed kanaal. Ja, dat kan heel erg uit de hand lopen. Ik, Vrouwtje de Bot, ben niet van de internetgeneratie, maar ondertussen zit ik wel al jaren online. Net als jij. Ik app, mail, plaats foto's, koop spullen en stuur ze weer terug. Mijn dochter Emma groeit er wel mee op en begeeft zich online op plekken waar ik zelf niet kom. Als ouder is dat soms best lastig, want hoe begeleid ik haar als ik niet altijd weet wat zich daar afspeelt? Net als Emma gebruik ik social media en ik vind de online wereld leuk en inspirerend, maar ik zie ook de uitdagingen. En ik wil haar graag leren om die ook te zien. Hoe zorg ik dat ik haar digitale gangen beter begrijp en met haar meegroei? Om daarachter te komen gaan Emma en ik op onderzoek uit. Ik vraag experts hoe we haar wereld en het mijne dichter bij elkaar kunnen brengen. En ik niet bang hoef te zijn dat ik straks achter de feiten aanloop. Dit is een podcast over de digitale wereld. Onze digitale wereld. Enter Security Access Code. Systems Access. Welkom bij Vrouwtje Online. Emma en ik zitten bij ons thuis aan de keukentafel en we gaan het vandaag hebben over online etiketten en taalgebruik. Nou, Emma, jij zit in appgroepen natuurlijk, op TikTok. En ik heb het idee dat jij het best wel, niet alleen jij, maar ook je vrienden, je vriendinnen, best wel belangrijk vindt hoe snel iemand reageert bijvoorbeeld in een appgroep. En welke emoticons er gebruikt worden, hè? Hartjes en smileys. En dan vooral heel veel achter elkaar. En dat er ook best wel snel ruzie kan ontstaan in de apps. Ik heb met jou wel meegemaakt dat we op een uitje waren en dat jij dan echt van slag was of een beetje chagrijnig werd omdat bijvoorbeeld een vriendin niet terug-appt of niet op tijd terug-appt. Toen dacht ik van oké, waar blijft de reactie? Want ik wou met haar afspreken, dus toen vroeg ik dat. En toen stuurde ik ook wel een vraagteken, want ik dacht van oké, wat is je antwoord? Toen vroeg je aan mij van mam, ze heeft nog niet gereageerd. Moet ik nu een vraagteken sturen? En toen zei ik nog tegen jou van nee joh, tuurlijk niet. Dat komt heel dwingend over. Ja. Weet jij wat online etiketten is? Ja, etiketten is bijvoorbeeld manieren, toch? Ja. Hoe je ergens aan moet houden. Ja, regels eigenlijk. Nou, iemand die hier alles vanaf weet is Justine Pardoen. Zij is de oprichter van Bureau Jeugd en Media, die ouders en professionals helpen bij de mediaopvoeding. Justine, ben je daar? Ja, hoi. Justine, wat zijn online etiketten en hoe worden die overschreden? Fatsoen wordt het ook wel genoemd. Dus als Emma vertelt van ja, zo gaat dat bij ons. In een WhatsApp-groep gedraag je je zo. En als iemand dan iets doet wat niet kan, dan reageert daar de groep op. Elke gemeenschap ontwikkelt zijn eigen gedragsregels. Ja, dus jongeren hebben ook andere etiketten eigenlijk dan volwassenen. Ja, precies. Dus die gedragsregels in die appgroepen, die zijn anders dan dat zoals wij het doen. Ik lees natuurlijk niet altijd mee, maar ik merk wel soms dat die gesprekken helemaal verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Hoe kan je daar nou mee omgaan? Ja, dat gebeurt heel snel, moet ik zeggen hoor. Ook volwassenen hebben daar last van. Maar bij kinderen is dat natuurlijk sowieso lastig, omdat ze veel minder makkelijk over zichzelf nadenken en meer vanuit de intuïtie of de drift heel snel reageren. Dus we moeten eigenlijk kinderen helpen om ze nu en dan eventjes een time-out te nemen en even te leren naar zichzelf te kijken. En dat doe je als ouders ook, hè? Dat je dan, zoals jij dat ook met je dochter doet, dan als ze het ergens over heeft, dan ga je even een paar stappen terug. Maar hoe is het begonnen? Wat zei jij toen? En wat zei die ander toen? En hoe voelde je dan? En hoe kwam dat dan volgens jou? Weet je wel, dat je een kind leert om na te denken over zijn of haar eigen gedrag. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want je bent heel snel als ouder geneigd om te denken, ja, jeetje, dit is toch totaal, wat een onzin allemaal, die gesprekjes. Maar dus voor kinderen, het is heel belangrijk dat je eigenlijk, wat jij zegt, je kind helemaal meeneemt in dat gesprekje. Van waar is het nou misgegaan? Of waar gaan jullie eigenlijk een kant op die je niet op moet gaan?
En het leuke is van appgroepen in tegenstelling tot een telefoongesprek, dan kan je het gewoon echt nog even teruglezen. En dan kan je het bewijs van spreken zien aan de reacties van anderen dat er iets misgegaan is in de communicatie. En dat één heel klein misverstand tot een enorme ruzie kan uitgroeien, waar dan een hele groep dagenlang mee bezig is. Ja. Feitelijk hebben we te maken met een soort gehandicapte vorm van communicatie. Je ziet elkaar niet, je ruikt elkaar niet, je hoort elkaar niet. En dan hebben ze nog niet helemaal een helemaal uitontwikkeld taalvermogen. Hè? Dus ook de manier van dingen formuleren en zo is nog volop in ontwikkeling. Dus ja, dat wel eens goed gaat is eigenlijk een groter wonder dan dat het fout gaat. Ja, Emma, merk jij dat ook, dat je het soms ook lastig vindt om op de goede manier met vriendinnetjes te appen? Ja, eigenlijk wel. Want ik denk dat we dan het allebei anders bedoelen, ja, de gesprekken. Ja, maar heb je dan niet de neiging om bijvoorbeeld even te gaan bellen? Van ja, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, bellen is wel altijd het handigst. Want dan weet je, dan kan je ook die persoons stem horen. Dus dan weet je wel het duidelijke antwoord. Want wat werkt wel en wat werkt niet, Justine? Als je merkt dat er ruzie via WhatsApp is tussen jouw kind en andere kinderen, dat je dus die reflectiehouding aanleert. En dat betekent, nou, even time-out. We gaan er even buiten staan. We gaan er uitstappen uit wat er gebeurd is. En we gaan dus gewoon eens kijken naar, hoe is dit nou zo gekomen? Hoe kon het zo uit de hand lopen? Dan leer je ze dus nadenken over hun eigen gedrag, over hun gevoelens. En dat is het begin van wijsheid. Dat je dan vervolgens je gedrag kan aanpassen een volgende keer. Ja, Justine, ik wil het ook nog met je hebben over iets wat bij ons op dit moment heel erg speelt. Want Emma, jij moest laatst van mij en je vader Snapchat verwijderen. Vond je dat te ver gaan? Ik vond het inderdaad wel heel erg jammer. Want ja, Snapchat is gewoon leuk om te doen. Wat vind jij ervan, Justine, dat wij dat zo hebben aangepakt? Is dat oké? Ja, maar ik vind het een beetje raar. Ik vind het een beetje ongemakkelijk of zo. Het is wel heel dapper dat jullie dit even bespreken zo voor iedereen. Ik denk dat jullie als ouders daar te ver in zijn gegaan eigenlijk. Ik begrijp het wel. Ik begrijp dat je een reflex hebt van, oeh, ik schrik ergens van en ik heb er geen controle over. En dan doen we het maar weg. Dan stoppen we er maar mee. Maar je hebt ook een kans gemist om samen met Emma na te denken over hoe kan je dat dan op een goede manier doen. Volgende keer kom je er ook niet meer mee weg. Want dan zegt Emma gewoon, ja, doei. Je komt er helemaal niet meer in. Zegt ze nu al, hoor. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel een beetje dubbel. Want ik merk wel dat als zodra jij vertelt dit en denk, ja, dat klinkt inderdaad wel logisch. Maar je probeert als ouders natuurlijk ook je kind te beschermen. Ja, maar daar kan je dus samen over hebben. Als je dit gesprek bijvoorbeeld, als alle ouders dit met hun tienerdochters en zonen hebben, dat zou al heel veel zijn. Hè? Zo van, er kunnen nare dingen gebeuren, dat weten we allemaal. En je kunt scenariootjes bespreken van, stel, je wordt door iemand benaderd en het is een ongelooflijk leuk, gezellig contact. Maar ja, het is wel iemand die je nog nooit gezien hebt. En op een gegeven moment zegt die andere persoon, die zegt van, nou, het zal ontzettend leuk zijn om elkaar te ontmoeten. Ja. En jij vindt dat ook, want het is allemaal heel leuk en gezellig en warm en je voelt je gehoord en gekend. En vervolgens denk je, ja, waarom niet eigenlijk? Dat is toch, wat is daar mis mee? Maar dan moet je eigenlijk een soort voorzorgsmaatregelen nemen. Namelijk hè, dat als je zulke afspraken maakt met iemand, vertel het ons dat je ergens naartoe gaat. En als je het ons niet durft te vertellen, sowieso altijd aan iemand vertellen dat je ergens naartoe gaat. En ja, daar hadden we het gisteren nog over, Emma. Weet je nog? Dat ik zei van, je moet altijd, stel dat je ooit met iemand afspreekt online. Dat je altijd in een restaurant of zo ergens. Dat ja, sowieso. Een openbare gelegenheid. Ook afspreken bijvoorbeeld dat een vriend of vriendin jou even na een half uurtje opbelt. En dat je dan een telefoon opneemt en dat je dan een smoes kunt hebben om te zeggen, oh sorry, ik moet weg. Hè, als het bijvoorbeeld iemand is die betrouwbaar is, dan vindt die persoon dat ook helemaal niet gek om eerst even met je ouders contact te hebben voordat jullie elkaar gaan ontmoeten. Wat je aan je dochters en zonen kunt vertellen. Als het niet goed voelt, als je ergens een klein stemmetje in je achterhoofd hebt van, is het wel oké? Dan moet je daar altijd op reageren. Want stel nou dat je bijvoorbeeld een leuke jongen op een gegeven moment ontmoet. Ja, want Oh, nee. Oh. Mama. De koffie valt om. Ik zit weer met gebaren te praten. Pak jij het doekje? Maar stel nou dat je een leuke jongen ontmoet, je bent met elkaar aan het chatten en op een gegeven moment wil hij zelfs met je afspreken bijvoorbeeld. Zou je dat dan tegen mij of tegen papa zeggen? Ja, stel dat een jongen dat zou vragen, dan zou ik het wel tegen mijn ouders zeggen, want dat vind ik dan wel echt te ver gaan. En als hij dan al gaat zeggen van,
ja, neem even de trein naar mijn huis of zo, dan is dat best wel gek. Want dan ben je alsnog 13 en dat is heel erg jong. Ja, Justine, wat zou jij dan doen in zo'n geval? Ik zou het even willen vergelijken met al die jongens en meisjes die deze zomer op zeilkamp zijn geweest of zo. Of ergens op een kamp zijn geweest. Even een paar dagen zonder ouders ergens naartoe. En dan willen die kinderen, die wonen dan op allerlei plekken in het land, ver van elkaar ontmoeten. En dan doen wij er helemaal niet moeilijk over als ouders. Want dan zeggen we, nou wat leuk, en wie is dat dan? En voor je te weten, heb je een logeerafspraakje gemaakt en dan bel je die ouders even. Je gaat het kind even brengen, je gaat weer halen. Ja, dan vinden we het wel oké als ouders. Dan vinden we het allemaal oké, dan vinden we het leuk, dan stimuleren we dat. Als het dan online is, dan komt er meteen zo'n gedoe van, oh jee, gevaarlijk en problematisch. Nou, maar ik moet hier wel een beetje om lachen, want ik zie nu een situatie voor me dat Emma zegt, nou mam, ik heb een hele leuke jongen ontmoet uit de Zwolle, zeg maar wat. En daar ben ik mee aan het chatten. Kan jij me even naar hem toe brengen? Waarom niet eigenlijk? Waarom niet? Nou ja, omdat dat denk ik, ja, ben je helemaal gek geworden. Een jongen van social media, hoezo? Je kent hem helemaal niet. Je weet helemaal niet of het ook echt de jongen is. Je kunt met hem facetimen. Je kunt kijken of die echt, of die geen 42 is, maar wel 14. Je kunt met je dochter praten van waarom is dat zo'n leuk contact. En dat ze, daardoor leert zij zichzelf kennen. Wat vind je leuk in andere mensen? Het zijn allemaal kansen. Ja, en eigenlijk, als ik dan denk aan vroeger, is het, wij hadden vroeger, ja, je weet waarschijnlijk niet eens wat het is, Emma, maar wij hadden penvrienden. Ja. Klinkt nu echt super ouderwets. Dat heb ik al een keertje volgens mij gehoord van jou. Ja. Dat je dan dus vroeger dan dus mensen brieven moest sturen in plaats van WhatsApp, toch? Ja, je stuurde dan hele brieven naar iemand die je eigenlijk nog helemaal niet kende. En ook wel in andere landen en zo. En dat je dan... Ja. Andere landen? Ja, ook in andere landen die je kent. Ja, ik weet ook niet meer hoe je daar dan kwam aan die contacten. Dat is 200 jaar geleden. Ja, daar zou je natuurlijk mee kunnen vergelijken, ook met die penvrienden. Dat vonden we allemaal heel normaal vroeger. Maar eigenlijk is dit het nieuwe fenomeen van deze tijd. Ja, loslaten moeten we een beetje. Ja. Toch als ouders? Ja. Gelijk loslaten. Dat is kroost. En dan zijn we nu bij de stellingen. Als eerste, het posten van een foto op social media van je beste vriend of vriendin die een rare bek trekt. Is dat oké, ja of nee? Sorry, even opnieuw. Ik luister niet. Emma. Sorry. Blijf je er even bij? Het posten van een foto op social media van je beste vriend of vriendin die een rare bek trekt. Is dat oké, ja of nee? Eigenlijk niet, want je hebt geen toestemming gevraagd. En ik heb dat ooit wel een keertje gedaan. Maar daarna heb ik de foto ook weer verwijderd. Want ik dacht bij mezelf van, dit is geen goed idee. Dus dat is mijn mening daarover. Ja. Ja, dus je hebt het gevoel dat je moet wel eerst toestemming vragen. Want misschien vind jij het wel een leuke foto, maar dan vindt je vriendin het bijvoorbeeld niet leuk. Ja, precies. Ja, want hoe zou je dat vinden als iemand dat bij mij zou doen? Mm-hmm. Niet leuk, want dan heb je een hele gekke foto van jezelf en dan kan iedereen die zien. Ja. Dus dan zou ik wel boos worden op diegene. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik vind ook altijd dat als je een foto maakt waar iemand anders op staat. Ik vraag ook altijd als ik een foto maak op mijn werk of wat dan ook. Van, vind jij dit een leuke foto? Ben je het ermee eens? Ik kijk niet alleen of ik er zelf leuk op sta. Want daar kijk ik natuurlijk ook naar. Eerlijk is eerlijk. Dat is waar. Ja, dat is waar. Maar ik vind het wel belangrijk dat degene die ernaast me staat ook blij ermee is. Laat staan dat als diegene niet eens weet dat er een foto gemaakt is. Dan vraag ik wel van, vind je het oké als ik deze foto ergens opzet. De volgende stelling. Het posten van een... dat jij dus een nare video post waarin een grap met iemand wordt uitgehaald. Je moet er zelf om lachen, maar eigenlijk is het best wel gemeen wat er gebeurt. Je moet ook even vragen of diegene überhaupt in de video dan wil. Mm-hmm. En of die de grap leuk vindt. Ja, precies. Want jij kan de grap wel leuk vinden, maar iemand anders vindt dat misschien niet. Maar degene... Want dan haal jij natuurlijk de grap uit. Dus dan is het sowieso geen iets leuks voor die andere. Kan natuurlijk ook een grap zijn die onschuldig is. Maar ja, wat voor jou onschuldig is, kan voor de ander weer niet onschuldig voelen. Ja, Emma, mag ik jou wat vragen? Ja? Er zijn ook heel veel ouders die posten foto's van hun kinderen zelf op social media. Dan zijn het babytjes en dan zijn het kleuters. En dan gaan ze gekke dingen doen op, weet ik veel, in zwembad of... Mm-hmm. Aan die kinderen is nooit gevraagd of ze het goed vinden dat ze die foto's online zetten. Wat vind jij daarvan? En als die baby nog groot wordt en die later die foto terugziet, dan vindt diegene dat misschien dan niet leuk. Maar dan zou ik dat eigenlijk... Is er een moment geweest dat jij hebt gezegd tegen je moeder of vader van... hou er eens mee op met het plaatsen van die foto's? Ja, eigenlijk doet als mijn vader bijvoorbeeld een foto post, dan doet hij het meestal altijd van de achterkant.
zodat je mijn gezicht niet ziet of half, volgens mij. Oh ja. Alleen mama die laat wel altijd vaak aan mij zien van, vind je het goed dat ik deze post? En heel soms dan doet ze dat niet. En dan wil ik hem wel alsnog zien, de foto, ja. Filmpje. Zullen we deze foto plaatsen? Ik probeer daar wel altijd in te delen. Ja, dat is echt heel fantastisch dat je dat doet. Want daarmee leer je ook je eigen kind om zich zo ook te gedragen tegenover anderen. Dankjewel, Justine. Heldere uitleg. Dankjewel. Nee, graag gedaan. Nou, was leuk toch? Even Justine gesproken te hebben. Ja, heel erg leuk en leerzaam. Ja, vond ik wel. Ik heb in ieder geval een hoop van geleerd. Nou, ja. Ik ga nu even mijn eigen ding doen. Oh. Doei. Nou, doei. Warning. Nou, volgens mij is het wel duidelijk. Mijn etiketten zijn niet altijd de etiketten van Emma. Die zijn soms iets verschillend. Maar ik moet daar wel haar bij begeleiden. Want ik wil natuurlijk niet dat zij zich rot voelt. Of dat zij zich afgewezen voelt of onveilig. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En internet is niet alleen maar een hele gevaarlijke wereld waar van alles mis kan gaan. Maar ook een leuke, spannende wereld waar ze hele leuke dingen op kan beleven. Dat is mijn les van vandaag. Deze podcast van Linda.nl werd mede mogelijk gemaakt door De Internethelden. Een programma om jongeren veiliger en zelfverzekerder de online wereld te laten ontdekken.